ja, lieve luisteraars van dit YouTube-kanaal, het spijt me heel erg, maar ik moet er eventjes doorheen praten. In de kleine komedie zat het publiek nu te luisteren naar You Can Ring My Bell van Anita Ward, waar ik vrolijk op klapte. Maar we hebben de rechten niet voor die muziek, althans niet om hem op YouTube te kunnen gebruiken. Dus moet ik er even doorheen praten. Ik kan wel vertellen dat ik in de kleine komedie heel vrolijk begon met klappen. En het publiek klapte mee, maar dat bleef ik 5 minuten lang doen. En langzamerhand merkte je dan dat het publiek dat toch een beetje vervelend begon te vinden. Voor de tv-registratie hebben we dat al flink ingekort. De tekst is, you can ring my bell, ring my bell. You can ring my bell, ring my bell. You can ring my bell, ring my bell. The night is young and full of possibilities. Well, come on and let yourself be free. Yeah, my love for you, love for you, love for you. So long I've been saving. Tonight was made for me and you. En ik denk dat ik nu alweer bijna stil kan zijn, want we hebben het wat ingekort. Goedenavond, mijn naam is Micha Wertheim. Wat ik zo even deed is een succesnummer dat ik al heel lang op mijn repertoire heb. Ik heb het ontwikkeld toen ik 7 jaar oud was. Bijna niet voor te stellen natuurlijk. Mijn moeder, ik zal je vertellen hoe dat gegaan is. Mijn moeder die werd 40 en ik wilde haar een bijzonder cadeau geven. Ik dacht, wat kan ik haar beter geven dan een kans om aan haar vriendinnen te laten zien wat een bijzonder kind ze heeft. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik studeer een dansje in. En ik had dit nummer uitgekozen en mijn vader die had het bandje in de bandrecorder gestopt en de visite stond in een grote kring. Alle vrienden van mijn moeder en familie. En ik begon te klappen, want dat had ik geoefend op mijn kamer. Ik had een paar pasjes had ik een beetje ingestudeerd. En terwijl ik bezig was, terwijl de visite vrolijk meeklapte, realiseerde ik me opeens dat ik misschien net iets te weinig pasjes had ingestudeerd voor het hele nummer. En op dat moment dacht ik, ja, als ik nu stop, is dat een ongelofelijke afgang voor mijn moeder. Dus dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. Toen dacht ik, nou weet je wat ik dan doe? Ik ga gewoon door. En ik kijk wel tot de visite er genoeg van krijgt. Maar die bleven klappen, dus ik denk, dan blijf ik ook klappen. En het werkte toen en het werkt nu nog. Daar heb ik van geleerd dat je soms niet helemaal eerlijk moet zijn tegen je publiek. Niet helemaal vertellen wat er aan de hand is. Deze, ja, die staat aan hoor. Ja, ik word, alles wat ik zeg wordt afgeluisterd. Ik heb hier ook een microfoontje, wordt zelfs opgenomen. Ja, ik zal even uitleggen waarom dat is. Ik heb heel lang een combinatie gehad van paranoia en verlatingsangst. Dat is verschrikkelijk als je dat allebei hebt. Dan liep ik over straat en dan was het, waar zijn jullie nou? En dan ben ik uiteindelijk in therapie gekomen en die psychiater die zei, nou ja, verlatingsangst, daar kunnen we wel wat aan doen. Maar paranoia is bijna niets tegen te beginnen. Maar ik zit nu in een heel experimenteel programma, waarin ze bij wijze van experiment mij 4 jaar lang volgen, afluisteren en filmen. En de gedachte is dan dat ik over 4 jaar tegenover mijn psychiater zit, dat hij zegt, hoe gaat het? Dat ik zeg, nou, ik heb nog steeds het idee dat ik word afgeluisterd, gefilmd en gevolgd. En zegt hij, dat klopt. En dan ben ik dus niet meer gek. Een ander voorbeeld. Ja, dag mam, ik zie waar je zit. En dus stoppen met zwaaien. Nou ja, dat is een beetje. Ja, sorry dat ik er wat van zeg. Maar anders dan, mijn moeder zegt dan van, oh, van mij zal je geen last hebben. Wat ook, maar dan toch, nou ja, het is benoemd. Dan kan ik door. Hoe dan ook, ik heb wel vaker voorbeelden dat ik in mijn leven, zou ik maar zeggen, dat je niet helemaal de werkelijkheid moet vertellen, dat blijkt beter te werken. Bijvoorbeeld ook rond mijn 7e ongeveer heb ik iets gehad. Ik had op een gegeven moment heel veel boeken geleend van de bibliotheek en ik had er een ongelofelijke boete op. Dat was zo gegaan. Het was kinderboekenweek geweest in de bibliotheek. Er was bij iemand op school gekomen, een bibliothecares, en die had gezegd, voor ieder boek dat je tijdens de kinderboekenweek leent, maak je kans op een prijsje. En de gedachte was natuurlijk dat kinderen dan boeken gingen lenen en die boeken thuis gingen lezen. Ze gingen het lenen in de hoop een prijsje te winnen, maar thuis raakten ze dan verslaafd aan de literatuur. Maar ik raakte verslaafd aan kansspelen. Dus ik was de hele dag in de bibliotheek was ik boeken aan het lenen in de hoop dat ik nog meer prijsjes ging winnen. En die mevrouw van de bibliotheek vond het ook wel verdacht. Maar goed, ja, stond nergens dat je niet 5 boeken per dag mocht lenen.
En dus aan het eind van de kinderboekenweek had ik heel veel boeken. Maar ja, daar had ik niks meer aan na de kinderboekenweek. Dus was ik vergeten. Tot ik op een gegeven moment mijn kamer opruim en ik zie die hele stapel boeken staan. Ik denk, shit, het is 2 maanden geleden, daar zit nou een boete op. En dan moet ik ze terug gaan brengen. En ik dacht van, ja, ik kan niet aan mijn ouders geld gaan vragen om die boete te betalen. Want ik heb die boeken niet eens gelezen. En dus gelukkig hadden mijn broer en ik een elektrische Lego-trein. En we waren aan het sparen voor onderhoud aan het spoor. En ik denk, nou, daar kan je best wat geld van afpakken. Want als je geen onderhoud aan het spoor pleegt, dat merk je pas over 20 jaar. En tegen die tijd spelen wij niet meer met de trein. Dus ik met die boeken naar de bibliotheek en ik kom daar aan en die mevrouw, die bibliothecaresse, kijkt mij al aan met zo'n blik van, ach, daar hebben we dat jongetje weer, hè? Die er iedere dag was toen de prijsjes te winnen waren, daarna niet meer. En ik zet die boeken zo voor de neer en het was niet een hele hoge balie, ik was heel klein, snap je? Dat is een beetje wat ik hiermee probeer te demonstreren. Dat je niet, kijk, die balie was natuurlijk gewoon zo. Maar ik was in die... Kijk, als je dat niet trekt, kom dan niet. Nou, dus ik zet die boeken neer van die mevrouw. En ik zeg, je moet me zeggen wat de boete is. En terwijl zij het boek openmaakt om te kijken naar die blaadjes met een stempeltje hoeveel ik haar moet gaan betalen, moest ik denken aan een jongetje bij mij uit de klas. Die had een verkeersongeluk gehad. En die was een maand lang had hij in het ziekenhuis gelegen. Hij was net teruggekomen en in het kringgesprek wat wij iedere ochtend hadden, had hij ons verteld over hoe dat in het ziekenhuis was geweest, hoe ze aangereden waren door een vrachtwagen en dat zijn moeder nog in het revalidatiecentrum zat. Nou, dat was dan het educatieve moment, zullen we zeggen, dat je met de hele klas dat woord leert, hè? Revalidatiecentrum. Ik denk, nou, het is wel gebeurd, dat verhaal. Het is niet gelogen. Dus ik ging naar die mevrouw en ik zeg, u moet maar zeggen wat de boete is. Want we hebben er gewoon niet gedacht in het ziekenhuis om ze terug te brengen. En mijn vrouw die zei, goh, wat, hoezo? Ik zei van, we zijn met de hele familie aangereden door een vrachtwagen. Mijn moeder zit nog in het revalidatiecentrum. En op dat moment verandert haar gezicht en zegt ze, wat? Maar dan hoef ik toch geen boete voor jou te hebben? Ik zeg, nee, dat heeft er niets mee te maken. Want als je in het ziekenhuis ligt, kan je allicht de buren vragen om de boeken terug te brengen. En ze zei, toen zei ze letterlijk, nee, ik hoef je geld niet meer. Ik ben veel te blij dat je nog leeft. Toen dacht ik, wat een naar mens eigenlijk. Dat ik eerst doodgereden moet worden door een vrachtwagen, praktisch, voordat ze blij is dat ik nog leef. En al die andere kinderen dan, die niet toevallig bijna in het dood waren geweest, is ze dan niet blij dat die leven? Maar goed, aan de andere kant, ik hoefde niet te betalen, dus ik dacht, ik laat het erbij. En vanaf dat moment had ik ook een soort klik met die mevrouw. Altijd als ik er tegenkwam, dan zag ik haar denken van, ach, daar is hij, leuk, die jongen. Tot ik een keer mijn moeder bij me had en toen zei ze van, oh, ik zie dat u weer kunt lopen. Ja, is leuk? Ja, is leuk? Is leuk? Ja? Is leuk? Is leuk? Ja? Is leuk, Ruben? Ja? Is leuk? Wat? Nee? Wat, hoe heet je dan? Jeroen. Jeroen. Oké, was het verschil? Toch? Dat maakt niet uit. Nee, jij begint erover. Goed. Maar zo. Wel leuk? Ja, ook leuk? 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 Ja, nee, oké, prima. Ik was net in een restaurant, kwam de ober de hele tijd. Smaakt het? Smaakt het? Smaakt het? Smaakt het? Ja. Ja, dat is ook een rare vraag. Antwoord is altijd ja, natuurlijk. De vraag zou moeten zijn, waar smaakt het naar? Nou, dan was het een minder leuke avond geworden. Ja, ober konijn. Verschrikkelijk restaurant. Ik werd geholpen door een konijn. Toen ik naar binnen ging, dacht ik al, dit moeten we eigenlijk niet doen. Want ze hebben een verrassingsmenu. En ik heb een soort regel. Restaurants met een verrassingsmenu, daar moet je niet in. Want dat verrassingsmenu is meestal gewoon een excuus voor de kok om je dingen te geven die al lang niet meer kunnen. Dat je zit te eten, je denkt, deze lever is niet meer goed. Ober erbij roept, dat de ober zegt, nee, klopt, die is 3 maanden te oud. Had u niet gedacht, hè? Nee. Verrassing! Dus, ik zeg ook altijd, ik wil best een verrassingsmenu. Maar wat ik ervoor betaal, dat is mijn verrassing voor de kok. Maar het was echt, op een gegeven moment, ik liep achter dat konijn, zeg maar, eraan van de bediening. En ik sta af te rekenen bij de pinautomaat. En, nou ja, blijft maar vragen en om erkenning vragen. Dus op een gegeven moment zei het konijn zo van, alles naar wens geweest? Dus ik denk, nou ja, weet je, als je echt benieuwd bent naar feedback, wil ik het best geven. Dus ik zei, nou ja, jullie vlees smaakt naar karton en de saus naar meel met water.
En toen kreeg ik een antwoord wat je alleen in Nederland in de horeca kan verwachten. Namelijk, oh, en afgezien van het eten alles wel een wens geweest, hoop ik dan. De vloer. Ik bedoel, ja, de vloer. Het was perfect. Sorry, ja. Wilt u de architect bedanken? En ik helemaal gefixeerd op het eten. Maar ondertussen een vloer, hè? Waar je niet doorheen zag. Dank u wel, konijn. Niet altijd helpt het om te liegen trouwens tegen mensen. Ik heb onlangs een aanvaring gehad met de politie. Heel vervelend. Uiteindelijk is het geëindigd met een bekeuring, een boete. Ik zou even zeggen, ik reed zonder lichtje door de stad. Ben ik ook niet trots op. Het was donker. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik die bekeuring ervoor gekregen heb. Maar weet je, ik heb altijd mensen die mij kennen zeggen, hey, jij hebt toch altijd lichtje op je fiets. Je bent een soort role model voor ons. En dat probeer ik ook echt te zijn. Maar ja, nu in dit geval, weet je, het was... Kijk, ik heb één keer eerder, dat zal ik eerlijk zeggen, want uiteindelijk komt zoiets toch boven, dat hou je niet geheim. Heb ik een keer zoiets gehad. Heb ik ook zonder licht door de stad gereden, was in Maastricht. En toen is het met een sisser afgelopen. Ook justitie. Oh, ik zal even vertellen hoe dat ging. Ik rij in Maastricht, het is donker. En, ja, jeugdige overmoed of zo. Ik rij over de Sint-Servaasbrug. Dat is die brug over de Maas in Maastricht. En ik rij net op die brug en ik zie aan de andere kant, zie ik een politiebusje staan. En op dat moment denk ik, shit, het is donker, ik heb geen licht op de fiets. En daar in die lantaarn staat een politiebusje. Je rijdt een fuik in. En wat kan je doen? Weet je? Je kan geen kant op. Je kan moeilijk zeggen, nee, ik had een afspraak met de Maas. En dan gaan staan kijken naar het water en weglopen. Dus en ik dacht nog eventjes van, ik draai om en ik rij heel hard weg. Maar ik denk, nee, dan achtervolgen ze me natuurlijk. Want het is heel verdacht dat je zonder licht op de politie afkomt en dan opeens keihard wegrijdt. Maar bovendien, ik had allemaal verzetskrantjes bij me. Dus ik was echt helemaal... Nou, dat is niet waar, maar zo voelde het. Ja, ik had misschien één Vrij Nederland bij me, maar dat mag al lang weer. Nou, dus ik kom steeds dichterbij... Die politieauto. En ik begin als een gek te denken, ik moet iets verzinnen. Weet je wel, normaal gesproken heb ik dan zo'n verhaal wat ik altijd zeg van nee, maar ik ben op weg naar mijn zus, die ligt in het ziekenhuis te bevallen van kanker. Dat mensen, ja, dan kan zo'n agent ook alleen maar zeggen, nou hup erheen en ik hoop dat het kindje goed aardig is. Het probleem nu was, mensen die Maastricht kennen weten het al, het ziekenhuis is daar precies en ik rijd die kant op. Dus een beetje raar om dan te zeggen, ik ben op weg naar het ziekenhuis, terwijl je... Daar is het ziekenhuis. Dat kon ook niet. Op dat moment dat ik me dat realiseer, sta ik praktisch voor het busje. En er is nog steeds niets in mijn hoofd gekomen. En ik begin steeds minder snel te fietsen. Eigenlijk op een gegeven moment sta ik gewoon stil voor dat politiebusje. Te hopen dat er iets gebeurt. En ik val om, zoek steun bij de stoep. En kijk in de ogen van die agent. En die agent die doet het raampje open en zegt, wat is er meneer? Ik zeg, ik heb geen licht op mijn fiets. Toen zei hij, afstappen. Dus mijn assist is afgelopen, maar ik had mijn lesje geleerd. Tot ik dus inderdaad onlangs in Amsterdam... Het ging zo verschrikkelijk snel. Ik had inderdaad geen licht op mijn fiets. Het was gaan schemeren, het was opeens donker. En nog voor ik iets kon bedenken, sta ik stil met een agent naast me. En ik denk, laat ik nou maar eens eerlijk zijn. Dus ik pak de hand van die agent. En ik zeg, dank u wel... Meneer de agent, voor het feit dat u mijn leven heeft gered. Dank u wel voor het feit dat u deze dodemansrit tot een einde heeft weten te brengen. Want zonder uw kordate ingrijpen had ik hier nu niet gestaan. Dank u wel. Nee, ik geef uw hand pas terug als ik nog één ding heb mogen zeggen. Ook bedankt namens die vrachtwagenchauffeur die daar wegrijdt. Want die had mij niet gezien waarschijnlijk. En die had misschien geen schuld gehad, maar die had eeuwig moeten leven van de beelden... die hij voor zich zag op het moment dat mijn fiets onder zijn wielen verdween. Dank u wel. Op dat moment begint die agent gewoon een bekeuring uit te schrijven. Dat hij bij mezelf denkt, ben ik dan niet duidelijk geweest of zo? En die begint dat te schrijven. En ik zie hem op een gegeven moment het bedrag invullen wat ik hem moet gaan betalen. En ik pak zijn hand en ik zeg, voordat u nou een boete invult, wil ik dat u weet dat geen ene beloning hoog genoeg is...
om de dankbaarheid te tonen die ik voel voor het feit dat de lucht nog als een lentebeekje door mijn longen stroomt. En die man vult gewoon een bedrag en scheurt hem af en geeft mij die boete en ik sta daar perplex. En er komt iets uit mij waar ik me echt voor schaam, wat maar dus blijkbaar ook in mij zit. Ik heb tegen die agent letterlijk gezegd, ach, ga toch boeven vangen. Maar dat, ja, nou ja, ik was zo aardig geweest. En ik denk, later heb ik ook zitten denken, volgens mij, weet de haast zeker, er is geen... Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat er één crimineel is. Ik kan me niet voorstellen dat Holleder gearresteerd werd en dat Holleder zei, wat? Boeven vangen, hè? Ga toch mensen bekeuren die zonder lichtje door de stad fietsen? Dus, ik heb niets tegen de politie. Ik bedoel, ik snap heel erg dat die man zijn werk deed en zo. Sterker nog, ik heb een poosje bij de politie gewerkt. Ik was geen politieagent, ik werkte op de meldkamer. Het was een soort baantje, een paar maanden gedaan. Ik was degene die tussen de berichten in de mobielofoon, tussen de berichten door... moest doen. En dat is best een belangrijke baan, want als je het niet doet, dan verstaan ze je niet. En dan verstaan ze elkaar niet en dan loopt alles mis. En tot ik daar op een gegeven moment een conflict heb gekregen met het meisje die daar werkte, van... ben ik weggegaan. Wat is er nou? Oh, oma, sorry. Dag, oma. Leuk dat oma er ook is. Leuk dat u er bent. Ja. Ja, ook wel bijzonder, want ik dacht dat ze al 3 jaar dood was. Maar goed. Ik zei dat ik dacht dat u al 3 jaar dood was. Oma, ik zei dat ik dacht dat u al 3 jaar dood was. U was toch dood? Van de begrafenis had ik het over. Staat er niet. Van de begrafenis. We hadden u toch begraven. Oma. Dat u dood was. Oma. Dood. In het ziekenhuis. Toen u overleed. Ik heb geen broek aan. Mijn oma zit in de zaal die al 3 jaar dood is. Ik kom uit een koelkast. En ik werd in het restaurant net geholpen door een konijn. Dit is een droom. Dit is een droom. Dit is de droom die ik heb de avond voor een optreden. Ja. Ja, ik kan nou wakker worden of doorslapen. Als ik wakker word, wordt mijn vriendin ook wakker. Die ligt naast mij te slapen. Nou, dat wil ik haar niet aandoen. Boven jullie, want als ik wakker word, bestaan jullie niet meer. Hè? Ja, dit schijnt een droom te zijn die heel veel mensen hebben. Toch? Dat je zonder broek op je werk komt. Komt heel veel voor, heb ik me laten vertellen. Nou, de meeste mensen dromen dan dat ze ook geen onderbroek aan hebben. En dan schamen ze zich heel erg. Nou, dat heb ik niet. Nee, als ik zonder onderbroek mijn werk zou komen, zou iedereen zeggen... Hoe? Hoeft hij zich niet voor te schamen? En ik zie allemaal mensen die ik zo kijken van, oh, als dit een droom is, waarom droom je dan niet dat je in Carré staat, jongeman? Ligt op Schirmen ook, ligt een man, al 8 jaar in coma, en die droomt voortdurend dat hij in Carré staat. Dus daar kom je helemaal niet meer in. De vraag is een beetje hoe deze droom nu verder gaat. Er zijn een aantal mogelijkheden. Laatst bijvoorbeeld was het nu, denk ik zo, was het publiek weg. Alleen die 2 meisjes zaten er nog. dit was een jacuzzi. Dus zij, hup, kleren uit in de jacuzzi. En wij met z'n drieën in de jacuzzi.
En denk je, nou, hartstikke leuk, topdroom. Maar op een gegeven moment zijn we alleen maar met elkaar bezig. Dat je denkt, ik snap dat je tot elkaar aangetrokken voelt. Maar het is mijn droom, ik ben er ook nog. En je lacht, maar wat zij dus niet weten... is dat ik toen als wraak in het water heb geplast. Maar dat is trouwens eigenaardig. Als je in een jacuzzi in het water plast, is het warm water. Dus ik voelde helemaal, als het ware, de plas niet. Ik voelde sowieso niet dat het water nat was. Omdat het misschien lichaamstemperatuur was of zo. Terwijl toen ik wakker werd, was het wel degelijk als het ware een soort... Lek. Maar ik ga proberen door te dromen. Als jullie mij dat toestaan. Op 28 januari 1986 vertrok voor de laatste keer de Space Shuttle, het ruimteveer, met die lerares aan boord, de Challenger of the Discovery. Wacht eventjes, ik ben eruit. Sorry. Is het de Challenger of the Discovery? Want anders is het verhaal een beetje stom als ik het verkeerde zeg. Die toen ontploft is. Ja, ik heb een ezelsbruggetje, maar daar heb ik eigenlijk alleen wat aan als ik het antwoord weet. Challenger of Discovery. Even. Sorry? Nee, maar met die lerares aan boord. Serieus, ik meen het even. Nou, 1. Welke 86 ontploft? Er is altijd wel iemand die dat wel weet. Niemand? Ja, nou ja, dan moet ik een keuze maken, gewoon zelf. Het probleem is namelijk met ezelsbruggetjes, je hebt er echt alleen wat aan. Mijn ezelsbruggetje is namelijk, er zat een lerares aan boord. En lesgeven is to discover. Dus zal het de discovery zijn? Maar toen stond ik hier, toen dacht ik, of was het nou lesgeven is a challenge? En toen daar had ik er niks meer aan. Misschien even een goed moment om even iets recht te zetten. Dat zag al heel veel mensen net kijken... Als ik praat, haal ik soms lange en korte ei door elkaar. Sorry. Maar ik zei net konijn en dan zie ik weer allemaal van die mensen kijken. Hé, waarom zegt hij nou konijn? Wat bedoelt hij? Konijn? Oh, konijn! Konijn. Ja, waarom zegt hij dan konijn? Ja, nou, dat heeft te maken met dyslexie tegenwoordig. Ik denk dat de Montessori-school ook wel meegeholpen heeft. Kijk, ik ben heel blij met de Montessori school. Montessori school is allemaal wat creatiever. Hè? Want een normale school, klassikaal, als mensen leren schrijven... dan schrijft zo'n leraar, die schrijft een letter op het bord. Laten we zeggen de L. En dan moet de hele klas, die moet de L gaan zeggen. En daarna gaan ze de L schrijven in een schriftje. Dat gaat heel klassikaal. L, hul, hul, hul. En aan het einde van de dag heeft iedereen de L geleerd. Maar, zou ik maar zeggen, eigen initiatief is er niet aan te pas gekomen. Terwijl bij ons op de Montessori school, onze juf, die zei bijvoorbeeld... Nou, vandaag leren we een nieuw geluidje, het geluidje O. En zoek zelf maar een figuurtje uit het alfabet waarvan jij vindt dat die leuk bij dat geluidje past. Dus ik kon heel snel lezen en schrijven. Maar op een gegeven moment kwamen mijn ouders erachter dat de boeken die ik las... over heel andere dingen gingen dan wat ik eruit haalde. En toen, ja... Toen bleek ook nog eens een keertje dat de brieven die ik schreef... eigenlijk door niemand gelezen konden worden. En dat was voor hun de druppel. Toen hebben ze me van school gehaald. Dan kwam ik op een andere school. Dan gaan ze dan allemaal tests met je doen wat er aan de hand is. En ook zo'n test of je dyslectisch bent. Hè, dan moet je dyslexie schrijven. En als je dat niet kan, nou, dan ben je het. En toen was ik dyslectisch. En als beloning kreeg ik toen een remedial teacher op mijn dak. Nou, wat is een remedial teacher? Een dikke oude vrouw. Daar komt eigenlijk op neer... die bij voorkeur de les binnenkomt op het moment dat er iets leuks dreigt te gebeuren. Zoals tekenen of gym. En die doet dan zo, Micha, kom maar mee. En dan moest ik met haar in een kamertje zitten... en dan ging ze mij voor ieder woord, wat er maar te bedenken was... ezelsbruggetjes leren. Dat was het. Haar oplossing voor alles was een ezelsbruggetje. Dus bijvoorbeeld het woord konijn. En dan wist ik niet of het lang of kort ei was. Zei ze, nou, dan moet je visualiseren, Micha. En dan moet je kijken naar de oren van het konijn...
En dan weet je of het met een lange of een korte ei is. Nou, een paar dagen later heb ik een dicté en inderdaad, de meester zegt konijn. Dus ik denk, die ga ik goed hebben, want ik weet hoe het moet. Ik moet visualiseren. En ik ga zitten en ik visualiseer als eerste een graslandschap. Ik denk, dan voelt de konijn zich ook prettig in één keer. Nee, ook omdat je kan zo'n konijn wel op een snelweg visualiseren. Maar dan komt er misschien de vrachtwagen aan. En ja, dan denkt zo'n beetje, wegwezen, kan je niet naar zijn oren kijken. Dan heb je er niks aan. Daarna visualiseer ik er een boom. Ik denk, dan kan de konijn een beetje onder die boom zitten. Is ook veiliger in verband met roofvogels. Ik denk, ja, anders wordt zo'n konijn opgefroten door een of andere roofvogel. Omdat ik zo nodig eventjes naar zijn oren moest kijken. Ik denk, dat is het ook niet waard. Dat moment kom ik toe aan het konijn zelf. En ik besluit dat dat konijn bruin moet zijn. Ik besloot op dat moment een bruin konijn. Waarom? Kan ik niet eens uitleggen. Dat is nou creativiteit. Dat was een beslissing, bruin. Dat was de kleur die ik aan dat konijn gaf. En toen dacht ik, nou moet echt op een konijn lijken. Want als ik een hond visualiseer, dan heb ik er niks aan. Dus echt, nou, oppassen dat ik niet een haas visualiseer natuurlijk. Dus nou weet ik het verschil tussen een haas en een konijn. Een haas heeft lange oren en een konijn heeft korte oren. En ezelsbruggetje goed, antwoord fout. Ja? Dus daarom is het een beetje moeilijk met ezelsbruggetjes. Challenger of Discovery. Challenger, doe ik het daarmee. Nog een keer, hè? Op 28 januari 1986 vertrok voor de laatste keer het ruimteveer Challenger in een baan om de aarde. Dat was de laatste keer, dat was natuurlijk niet van tevoren bekendgemaakt. Dan hadden ze nooit een bemanning kunnen vinden. Maar het was een veel bekeken lancering, omdat er nog nooit zoveel mensen naar een lancering hadden gekeken. Dat was zo, omdat er een lerares aan boord zat. NASA had gezien dat er steeds minder interesse was voor de ruimtevaart. En ze hadden daarom besloten dat ze iets zouden doen om de interesse in de ruimtevaart weer nieuw leven in te blazen. En wat hadden ze besloten? Ze hadden besloten dat er een lerares meeging. Een lerares die namens de kinderen van de planeet Aarde proefjes zou gaan doen in de ruimte. En die lerares die moest ervoor zorgen dat mensen zich weer konden identificeren met iets abstracts als een ruimtevaartmissie. Die lerares, dat was allemaal heel goed geregeld. Dat was een vrolijke vrouw met allemaal krullen. En die ging ja, de hele wereld over om op het jeugdjournaal kinderen op te roepen om proefjes in de ruimte te bedenken. Die zij dan namens de kinderen van de planeet Aarde uit zou voeren. A Classroom in Space heette dat programma. En zo gezegd, zo gedaan, ze kwam ook in Nederland. En ik herinner me dat ze op het jeugdjournaal een oproep had gedaan van zijn er nog kinderen die willen dat ik een proefje doe in de ruimte. En er was een meisje uit Nederland die had bedacht, wat nou als de juffrouw in de ruimte een flesje cola achter elkaar leeg drinkt, moet ze dan ook een boer laten? Want normaal gaan de belletjes omhoog, maar gebeurt dat ook als er geen aantrekkingskracht is? En wat gebeurt er met de belletjes? Misschien moet ze wel een wind laten of blijft er een bal lucht in haar baag zitten? Dat soort proefjes zou zij gaan doen. En het werkte goed. Er was ook een jongetje, een heel mooi experiment dat hij bedacht. Die zei, wat nou als je een stuiterbal meeneemt en die leg je neer in de cockpit? Die leg je neer in de cockpit en op het moment dat de space shuttle, als het ware, afgevuurd wordt, dan wordt die bal keihard door de G-krachten tegen de grond van de space shuttle gedrukt. Tot de space shuttle op een gegeven moment in gewichtloze toestand in een baan om de aarde komt. Wat gebeurt er dan met die stuiterbal? Er zijn geen krachten meer op. Schiet hij dan omhoog? En begint hij de rest van de tocht te stuiteren? Of blijft hij gewoon liggen? Dat soort experimenten zou die lerares namens de kinderen van de planeet aarde gaan doen. En er was natuurlijk ook een klas van die lerares. Een klas die heel slim, die had natuurlijk niet zoveel les meer van die lerares. Want ze was de hele tijd maar, zou ik maar zeggen, bezig met de ruimteopleiding. Maar die klas werd toch gefilmd. Die hadden allemaal t-shirts aan van die lerares. En die werden ook in die jeugdjournalen opgenomen. En die mochten ook proefjes bedenken. Er was één jongetje uit die klas die had bedacht, juf, voor de lancering,
Als u nou gewoon 2 hittetegeltjes van de benzinetank loshaalt, kijken wat er gebeurt. En zo gezegd, zo gedaan, het kwam al snel van de lancering. En inderdaad, er hadden nog nooit zoveel mensen gekeken naar een lancering van de Space Shuttle. In jaren niet. En daar stond hij, de Space Shuttle, eenzaam op Cape Canaveral. Eigenlijk een vrij saaie uitzending. Soms moest het worden uitgesteld. Duurde het alleen maar langer van. Maar op een gegeven moment was het zover. En kon de lancering beginnen. Iedereen aan het juichen. De Nederlandse presentator telde af. En ik moet zeggen, ik zat op het puntje van mijn stoel te kijken. En die Space Shuttle, ja, je moet je voorstellen dat zo'n ding heel langzaam opstijgt. Dat gaat niet in 1 keer, nee, dat gaat heel langzaam. Eigenlijk lijkt het net alsof er een soort flat een beetje begint te zweven, te trillen. Je ziet allemaal rook en dat gaat heel langzaam. En dan opeens gaat hij sneller en dan gaat hij sneller en dan gaat hij sneller. Op een gegeven moment veranderde die in de vuurpijl waarvan je wist dat het dat was natuurlijk. En op dat moment schiet de Space Shuttle de lucht in. De telelens zoekt hem nog, maar het was alleen nog maar een puntje. Iedereen juichen, die klas juichen. En iedereen dacht, het is goed gegaan. De lerares is binnenkort in een baan aan de aarde. En op dat moment gebeurde er iets eigenaardigs. Net op het moment dat iedereen dacht, het is goed gegaan, verscheen er een eigenaardige rookformatie in de lucht. Niemand had door wat dat was. De klas was nog aan het juichen toen langzaam het nieuws binnencijpelde dat de lerares waarschijnlijk voor hun ogen gecremeerd en in miljoen stukjes was veranderd die alweer terugkwamen naar de aarde. En die kinderen waren nog aan het juichen. En er kwam iemand dus binnen live in de uitzending die tegen ze zei, jongens, jullie zijn aan het juichen, maar jullie juf is al dood. En toen moesten die kinderen dus al juichend live een soort natuurlijke manier vinden om te laten lijken alsof ze in de rouw waren. Wat een heel moeilijke overgang is. Ik bedoel, als je over straat loopt en je komt iemand tegen die je niet kent, is al gek. En dat je denkt in welke van, hey, ho, hey, ho. Maar voor deze kinderen was het in het extreme. Die waren helemaal van, Maar er was 1 jongetje die bleef staan en die bleef juichen. Want die dacht, mijn experiment is in ieder geval verrassend afgelopen. Deze muziek die we nu horen, dat is muziek van Schubert, opus 100, van het Alban Berg trio. Schitterende muziek eigenlijk, hemelse muziek. Schubert, niet Schumann, mensen halen Schubert en Schumann wel eens door elkaar. Dat is een ezelsbruggetje, Schumann had krulletjes en Schubert niet. Maar Schubert heeft de meest waanzinnige muziek gecomponeerd. Werkelijk geniaal. En op jonge leeftijd al het ene meesterwerk na het andere. Dit is opus 100, maar er is nog zoveel meer. Alleen de tragiek van Schubert is dat er niemand ooit in zijn leven naar hem toe is gekomen om te zeggen van, joh, wat jij maakt, dat is geniaal. Dus je moet je voorstellen dat Schubert als een gek componeerde, maar gezien werd als een componistje ergens in de marge.
Terwijl hij was briljant. Pas na zijn 30ste drong langzaam het besef door dat dat mannetje misschien wel eens een van de grootste componisten uit de wereldgeschiedenis zou zijn. Maar toen overleed Schubert. Hij heeft nooit mee mogen maken dat iemand tegen hem zei: wat jij doet is briljant. Een genie, maar nooit als zodanig herkend. En daar herken ik heel veel in. Ja. Is dat misschien bij mij wel iets anders gegaan? Ik zou even zeggen, toen ik... heel lang heeft dat geniaal ook om mij gehangen. Maar ik ben er heel onlangs achter gekomen dat ik waarschijnlijk geen genie ben. En dat is een verschrikkelijke, haast onwerkelijke gewaarwording om je dat te realiseren. Tuurlijk waren er allemaal aanwijzingen dat ik briljant zou zijn. Ik bedoel, hallo, ik ben Joods. We weten allemaal dat Joden vaak heel bijzondere mensen zijn. Ik zou wel even zeggen in welk rijtje ik zou maar zeggen sta. Je hebt dan bijvoorbeeld Einstein, Freud, Wittgenstein, Bob Dylan, Jezus Christus van Nazareth, Diewertje Blok, Stephen Hawking. Hè? Stephen Hawking is niet Joods, maar die houdt heel erg van de boeken van Gein Poot op. Dat telt ook wel een beetje. Dat zijn allemaal bijzondere mensen. Dus ik dacht van, nou, dan zal ik ook wel geniaal zijn. Ik weet nog dat ik een jaar... Ik was net 6 geworden. En dat ik tegen mijn ouders zei, ik had gehoord dat Mozart op zijn 5e al aan opera's was begonnen. Ik zei, papa, mama, mag ik ook een opera componeren? Zeiden mijn ouders van, nou, het leek ons goed als jij op voetbal ging. Ik zei, en de beschaving dan? En toen zeiden mijn ouders, nou, het leek ons goed als jij vriendjes zou maken. Dus ik 1 jaar lang op het voetbalveld gestaan, bij de F'jes. Ja, dan moet je je voorstellen, de F'jes, dat is zo'n klein half veldje, klein doeltje. Ik was keepertje. Maar toch, als keeper bleek weer dat ik toch wel bijzonder was. Ik heb namelijk, en dit overdrijf ik niet, er zijn getuigen. Ik heb 1 jaar lang iedere bal die geschoten werd de juiste hoek gekozen. Ik zeg 1 jaar, hè? Niet 1 wedstrijd of zo. Nee, ik heb 1 jaar lang iedere bal de juiste hoek gehad. En tuurlijk, je speelt tegen kinderen van 7 die vaak geen idee hebben wat de juiste hoek is. Hè? Dus dan zat ik in de juiste hoek, schoten zijn de verkeerde hoek. Kijk, daar kan je niks aan doen. Maar voor mij was heel erg duidelijk dat dit jongetje iets heel bijzonders in zich had. Ik kan me nog voorstellen, herinner me dat ik die bal uitschopte. Dan schoot ik de bal en dan kwam hij precies daar waar ik hem wilde hebben. Dat heet een perfecte passing. Dat komt bijna niet voor. Hè? En pas veel later realiseerde ik me dat ik pas besloot waar ik de bal wilde hebben ongeveer 1 seconde nadat ik hem geschoten had. Dus dat dan net niet telt. En zo kwamen er langzaam steeds meer bewijzen. Ik weet nog dat ik kwam terug van voetbal. En ik zei tegen mijn ouders, nou, ik heb nou 1 jaar voetbal gezeten, mag ik nou alsjeblieft een viool? Want ik wil muziek gaan maken. En nou, mijn ouders, oké, je bent nou 7 jaar, dan ging je een viool voor mij kopen. En ik oefende, maar te laat begonnen waarschijnlijk. Omdat je moet met viool heel vroeg beginnen. Zeker als je een wonderkind bent. Hè? Want een wonderkind is op zijn 7e eigenlijk al volwassen. En welke volwassene leert nou nog goed viool spelen? Tot langzaam maar zeker duidelijk werd dat ik toch niet was wat iedereen, inclusief ikzelf, dacht dat ik was. Namelijk, ik ben geen genie. En ik heb het inmiddels een plekje kunnen geven. Ik ga er inmiddels van uit dat ik waarschijnlijk wel een genie ben, maar gevangen in het lichaam van een middelmatig mens. En dat is zo mogelijk nog veel erg. Want ik heb wel degelijk die geniale ambities, maar ik heb het gereedschap niet om het waar te maken. Een voorbeeld. Ik ben al heel lang aan het nadenken over een oplossing voor het energietekort in de wereld. Maar kan het niet. Nou, is dat 1 ding dat je erachter komt dat je geen genie bent. Maar iedereen om mij heen denkt dat ik geniaal ben. Ik bedoel, ik vertel jullie nou dat ik geen genie ben. Maar hey, als ik wakker ben, bestaan jullie niet meer. Ja? Dat is een droom. Dat is makkelijk praten. Maar mijn vrienden, ik durf ze niet te vertellen dat ik niet geniaal ben. Want dan stort hun hele beeld in van wat zij dachten dat ik was. En dan ben ik hun vriend dus helemaal niet meer. Ik heb het nog aan niemand durven vertellen, behalve aan mijn ouders. Aan mijn moeder heb ik het verteld. En je moet je voorstellen dat als je weet dat je geen genie bent, maar je gedraagt je nog wel zo, dat wordt steeds grotere leugen. Steeds vaker heb je het idee dat je voordoet als iets wat je niet bent.
En dat wordt steeds knellender, dat harnas van leugens en pretenties die ik opsta te houden tegenover mensen. Dus op een gegeven moment wilde ik het zeggen, maar ik had het al zo vaak geprobeerd. En ik stond in de keuken en ik hoorde opeens mezelf tegen mijn moeder zeggen, zomaar, mam, ik moet je wat vertellen. Mijn moeder was aan het koken, die keek niet op. Die zei, ach joh, dat wisten we al lang. Ik zeg, nee, dat is het niet. Waarop ze stilhoudt. Wat is er dan? En opeens zei ik, mam, je zoon is geen genie. En het was voor het eerst dat ik het hardop zei. En het was alsof opeens dat hele harnas van me afviel. Alsof ik weer adem kon halen. En ik was zo blij en tegelijkertijd zo bang. Want ik dacht, wat gaat ze nu zeggen? Wat gaat haar reactie zijn, nu dat ik haar verteld heb dat haar zoon geen genie is? En ik keek naar haar gezicht dat langzaam mijn kant op draaide. En ik dacht, wat ga ik zien? Woede, ontkenning, verdriet, afkeuring. Maar ze keek me aan en er verscheen een glimlach op haar gezicht. En ze spreidde haar armen. En we liepen op elkaar af. En ze zei, jongen, ik zal altijd van je houden. Hoe vaak je me ook teleurstelt. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat ik dolgelukkig was. Dat ik dacht, eindelijk kan ik mezelf zijn. Maar daarna heb ik nog niet de moed gehad om het andere mensen te vertellen. Ik kan het niet. Als ik mijn vrienden, joh, ik weet niet hoe ze zouden reageren als ik op een feestje ben. Ik ben alleen maar bezig een soort verhaal in stand te houden van dat zij denken wat ik ben en dat ik daaraan voldoe. Ik ben al helemaal niet meer met hun aan het functioneren. Voorbeeld. Ben ik op een feestje, gaat het over boeken. En dan zegt iemand opeens tegen mij, zeg Micha, wat vond jij eigenlijk van Joe Speedboat? En denk ik, ja, als ik nu zeg, dat heb ik niet gelezen, dat komt niet heel intelligent over. Ik wil ook niet liegen, dus dan hoor ik mezelf zeggen, nou, ik lees eigenlijk geen Nederlandse literatuur meer. Dat klinkt een stuk intelligenter. En dan zie je ook meteen de helft van de groep denken, oh ja, Nederlandse literatuur. Dan zeg ik, ja, Nederlandse literatuur, een beetje contradictio in terminis, toch? Nederlandse literatuur. Op dat moment is de helft van het groepje waar je mee staat te praten al zo onder de indruk van Micha die de wereldliteratuur zegt te lezen, heb ik niet letterlijk gezegd, maar dat denken ze, dat zij niet meer twijfelen aan, zou ik maar zeggen, wat ze al wisten, namelijk dat ik briljant ben. Die andere groep, die is dus, dat is een heel ander verhaal, want die gaan gewoon door met mij over Amerikaanse, over Engelse schrijvers, die vinden dat leuk, dan gaan ze daarover praten, want dat lezen zij ook. Nou lees ik altijd de boekenbijlagen van de krant, dus ik weet wel een beetje wat er speelt. Dus ik kan over ieder boek wel iets zeggen wat klinkt alsof ik er wat van weet. Ik heb bijvoorbeeld de Booker Prize, hè, die is als hij dan uitgeloofd is, en ik hoor de naam van diegene die hem gewonnen heeft, en zeg ik, ja, die heeft de Booker Prize gewonnen, hè? Ja, ja. Vond ik ten onrechte. Ja, ja, stonden andere boeken op de shortlist die ik het meer had gegund dit jaar. En langzaam zie je mensen denken, shit, hij heeft gewoon de hele shortlist gelezen. En dan ga ik daar overheen en zeg ik, ik vind haar wel goed. Ze heeft een aantal boeken geschreven die ik prachtig vind, maar dit boek vind ik niet het meesterwerk. Op dat moment zie je iedereen denken, shit, en wij lezen gewoon te weinig. Wij kijken televisie terwijl Micha gewoon 2 romans per dag erdoor jaagt. Op nog weer een kleine groepje, laat ik zeggen 4 man na, die dan met mij beginnen te babbelen over inderdaad nog meer. En dan vragen ze aan mij van, heb je nog een tip? En dan zeg ik, je moet de jonge Aziatische schrijvers in de gaten houden. Grote tip. Dan nog, in mijn vriendenkring zijn er altijd wel een stuk of 3 die zelfs daar niet van ophouden. Die gewoon doorgaan, die dat leuk vinden. Die denken, ja, jonge Aziatische schrijvers, want dat lezen ze ook allemaal. En dan, nou, dat wordt steeds moeilijker. Bijvoorbeeld, dan krijg je zo'n moment dat iemand tegen mij over Murakami begint. Daar heb ik nooit iets van gelezen. Maar dan zeg ik, heb ik gemerkt dat je dat best wel kan doen met een schrijver die niet gelezen hebt. Dan zeg ik, oh, die Murakami vind ik een beetje een dilettant. Nou weet ik niet precies wat een dilettant is. Maar als je een schrijver een dilettant noemt tegenover iemand anders, dan zijn er eigenlijk maar 2 mogelijke reacties. Of diegene weet ook niet wat een dilettant is. En die zal dan reageren van een dilettant. Ja, nee, dat vind ik ook. Hè. Ophouden met de discussie. Of diegene heeft wel degelijk Murakami gelezen. En die zegt dan, dilettant. Nou, dat is nogal een mening.
Maar ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. Nou, ook goed. Dus op dat moment sta ik als het ware nog steeds op het hele dunne ijs, zal ik maar zeggen, van de poses die ik aanneem. Maar dan komt het onvermijdelijke moment van: Micha, waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik Kumiko Shinichi. Ja, is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. En Kumiko Shinichi is een jonge Japanse schrijver van 28... die zich in zijn werk afzet tegen de strakke hiërarchische cultuur die Japan als het ware al jaren in een wurggreep houdt. Dat staat op de Wikipedia-pagina, dus dat zal juist wel waar zijn. Volgende vraag die ik dan krijg, van: goh, waar gaat dat boek over? Dus ik vat dat boek dan kort samen. Althans, ik herhaal de samenvatting die ik uit mijn hoofd geleerd heb door op de Wikipedia-pagina te kijken. En op dat moment sta ik echt met lege handen. Nog één vraag en mijn hele kaartenhuis stort in en ik ben ontmaskerd. Maar dan richt ik mij tot die hele andere groep van mensen die al heel lang helemaal onzeker naar ons staan te kijken. En dan kijk ik naar die laatste twee mensen en dan zeg ik: sorry, maar zullen we nou ophouden met dat gepapapau over literatuur? Laten we het over het Nederlands elftal hebben. En dan ben ik nog een getapte jongen ook. Ik kan het bijna... met ieder onderwerp kan ik het gesprek zo sturen dat mensen denken dat ik er het meest van af weet van iedereen. Voorbeeld, schilderkunst of beeldende kunst, wat ik altijd doe. Kies ik een niet zo heel bekende schilder uit en die noem ik gewoon een tovenaar. Dat beslis ik. Van tevoren, en daar ga ik ook niet over inzitten, een andere schilder noem ik een oplichter. En daar hou ik gewoon aan vast, wat er ook gebeurt. Dus dan zijn ze aan het praten en dan hoor ik bijvoorbeeld iemand op een gegeven moment de naam Baselitz zeggen. En dan reageer ik alsof ik door de bliksem getroffen ben. Baselitz. Dat mensen naar mij kijken en zeggen: Micha, wat is er? Ik zeg: oh nee, nou ja, je zegt Baselitz. En ik zie opeens dat schilderij weer. En ik... wat een tovenaar. Die Baselitz is een tovenaar. Laatst was ik in het Stedelijk. Ik zie een schilderij alsof er een mes zo mijn hart ingaat. En langzaam dringt het dan tot die mensen door dat ik me nog laat ontroeren door de schilderkunst. Terwijl zij er een beetje over praten, ben ik daadwerkelijk nog geraakt. En als er dan één wijsneus de moed heeft om te zeggen van: oh ja, waarom vind je hem dan zo goed? Dan zeg ik: vriend, kan je zo honderden redenen geven waarom wat hij doet geniaal is. Maar dat verklaart nog niet waarom het zo'n tovenaar is. Nou... en op dat moment heb ik dat gesprek ook gewonnen. Ander voorbeeld, moderne dans. Als je echt indruk wil maken, moet je mee kunnen praten over moderne dans. Heel simpel, wat ik doe, zodra het over dat onderwerp gaat, of als ik hoor dat ze daarmee bezig zijn, dan val ik er middenin en zeg ik: moderne dans, prima, maar dat is voor mij Hans van Manen. En daarna niks meer en daarvoor ook niks. Dat is voor mij moderne dans. Het begint bij Hans Vermanen en het houdt er ook weer bij op. Sterker nog, en dit kan je bij iedere kunstenaar doen, vooral de jonge Hans Vermanen. Want daarna is hij zichzelf toch een beetje gaan herhalen. Dan kan je over iedere kunstenaar kan je zeggen dat hij zichzelf is gaan herhalen. Daar kan de kunstenaar niks aan doen, want het is nog altijd dezelfde persoon, weet je wel. Je kan die opeens niemand anders veranderen. Dus dat verwijt kan je heel makkelijk gebruiken. En ja, nee, dus één kunstenaar misschien, zou ik maar zeggen, iedere keer hup, 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 dat is Barbara Papa. Ja? Maar voor de rest, dat is onvermijdelijk. Klassieke muziek, moet je ook over mee kunnen praten. Nou, er is zoveel als je dat allemaal wil luisteren. Wat je gewoon doet, je zorgt dat je vrienden hebt die veel van klassieke muziek weten. Ben je jarig, krijg je een cd'tje. En dan moet je gewoon goed opslaan wat ze zeggen. En dus ik kreeg laatst een cd, Bozart Trio, Schubert, Opus 100. Ik denk, ik onthoud het allemaal. En dan vertel ik het wel weer aan andere mensen, denken zij dat ik er meer van af weet dan zij. Dus zo los ik dat op.
Dan wou ik weer Ruben zeggen, maar hoe wilde je genoemd worden? Sorry? Jeroen. Jeroen en niet Ruben. Ja. Oké. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Jeroen? Harry Potter. Ja. Laatste grote mensenboek. Je weet het niet meer? Nee. Oké. Okay. Dus je zit, wacht even. Je zit in mijn droom en je kent je tekst niet. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dit is precies de reden dat ik niet meer met Nederlandse acteurs droom. Ja? Ik droom alleen maar in het Engels, omdat ik dit dus heel vaak tegenkom. Ik weet het niet meer. Ja, je hebt net een half uur geleden, of het is een half uur voor de show, kom je nog in mijn kleedkamer binnen. Met zo'n grote mond. Ik zat me voor te bereiden, wordt er op de deur geklopt. Wie is dat? Nou, ik denk dat is Ruben. Nee, Sander was het. Ik vergeet het steeds, sorry. Ik ben heel slecht in namen die niet mijn naam zijn. Jeroen, sorry. Dus er wordt op de deur geklopt. En het is de hoofdrolspeler, zegt hij. Ik denk, nou, dat is eigenaardig. Ik dacht dat ik deze droom had. Maar nee, heel verhaal. Nee, ik ben de hoofdrolspeler, want het gaat toch echt om wat ik te zeggen heb. Ik zeg, nou, oké. Ken je je tekst een beetje? Ja, zei hij. Ik wou het even hebben over het script. Ik zeg, nou, wat is er dan? Komt hij met het script? Ik zeg, ja, er staat hier dat jij dan vraagt welk boek ik gelezen heb. En ik zeg, ja, en dan zouden we het hebben over Van Dis, de wandelaar. En dan hadden we een heel stuk daarover. Ja, nou, daar wil ik niet over hebben, zei hij. Maar er staat Ruben. En ik heet Jeroen. Ik zeg, ja, maar je speelt Ruben. Snap je? Dat is jouw acteur. Zeg maar, je bent acteur, je kruipt in de huid van Ruben. Nou, oh, dat snapte hij niet. Hij zei, dat gaan de mensen niet snappen, want ik ben Ruben niet. Ik zeg, nou, zo ingewikkeld is het niet. We doen gewoon alsof jij Ruben bent. En zorg jij nou maar dat je je tekst kent. Nou, dat zal ik heus wel kunnen. En dan sta ik hier en dan weet meneer het niet meer. Begint hij over Harry Potter. Ja, en je lijkt je er niet eens voor te generen. Het is, ik heb, nou, normaal gesproken is dit het moment waarop ik wakker word. De reden dat ik het nu niet doe is omdat mijn vriendin morgen een belangrijke afspraak heeft. En dan wordt zij ook wakker. De laatste keer dat ik een Nederlandse droom had, was een erotische droom. En dat ik ook, mijn eerste reflex was toen wakker worden, Nederlandse acteurs, gaat niet werken, ongeloofwaardig. Maar ik dacht, weet je wat, ik probeer het gewoon toch een keertje. Ja? Dus ik denk, het is een erotische droom, dus het gaat ook niet echt om de dialoog, hè? Het verhaal was, twee meisjes van 17 ontdekken elkaar voor de eerste keer. En ik, kijk, dat ene meisje werd gespeeld door Nelly Vrijda. Dat je bij jezelf denkt, Nelly Vrijda, dat is een meisje van 17. Dus ik naar die regisseur toe. Ik zeg, sorry, Nelly Vrijda, meisje van 17. Ja, dat is Nelly Vrijda speelt dat. Ik zeg, ja, nee, ik zie dat Nelly Vrijda is, maar ik vind het niet zo'n verstandig idee. Dat is gewoon een dikke oude vrouw. En ja, even voor duidelijkheid, ik heb niks tegen dikke oude vrouwen. Ja? Dikke oude vrouwen, heel belangrijk voor onze cultuur. Dat is echt waar. Zonder dikke oude vrouwen zou het begrip dikke oude vrouwen volkomen inhoudsloos zijn. Maar, ik zeg, Nelly Vrijda, niet in mijn droom. Ik weet wat ik zie. Ik zie een dikke oude vrouw. Ze zegt, ja, nee, maar Nelly Vrijda komt bijna niet meer aan werk. Omdat mensen zien allemaal Ma Flodder. Ik zeg, ja, dat is het probleem dat ik nu ook heb. Ah, maar geef haar nou een kans. En dit is voor haar het begin. Misschien met deze rol komt er iets meer uit. Dus ik denk, weet je wat? Concentreer ik me op dat andere meisje. Ja? Die overigens gespeeld werd door Tom Hofman. Ja? Ik ga naar die regisseur zeggen, ik zeg, dat is een kerel. Oh, maar dat speelt hij wel weg, hoor. Nou, op dat moment, ik weet niet, ik was heel moe. Ik denk, ik ga toch kijken hoe het doorgaat. Ik was gewoon benieuwd. Op een gegeven moment was Nelly Vrijda Tom Hofman aan het vingeren. En ik denk, dan ben ik toch benieuwd wat Tom Hofman zegt als ze gevingerd wordt. Ja? Dus op een gegeven moment is Nelly Vrijda zo bezig Tom Hofman te vingeren. En ik denk, nou gaat Nelly Vrijda zoiets zeggen. Tom zoiets zeggen tegen Nelly Vrijda als... iets hoger Nelly. Of iets dieper Nelly. Of niet met je nagel Nelly. Maar nee, wat zegt Tom Hofman? Oh Nelly, als de moffel zie je maar niet vinden. Bleek Tom Hofman in mijn droom de tekst voor Zwartboek te oefenen. Dit is het moment in mijn voorstelling waarop mijn moeder opstaat, zich tot de zaal richt en zegt, ik schaam me voor mijn eigen zoon, u kunt uw geld terugkrijgen.
Nee, sorry, dat is niet waar. Dat was tijdens de première van mijn eerste theaterprogramma dat dat gebeurd is. Nou heb ik een déjà vu. Dat er eerst iets echt gebeurd is en dat je het daarna droomt. Déjà vu. Gaat dat je denkt, maar dit heb ik een keer in het echt meegemaakt. Of een déjà vu. En dat is gehad, dat je eerst iets droomt en dan denk je, maar dat heb ik ook al een keertje eerder gedroomd. Nou droom ik het weer. Dit is hem. Nee, heel veel mensen die dromen op het moment van een iPod. Denk, ja, koop hem in plaats van ervan te dromen. Maar je hebt ook mensen die dromen van iPod Nano, of van iPod Video, of van de nieuwe iPod Mini Video. Echt hippe mensen dromen van de iPhone. En ik droom dus van deze, die is nog niet in productie, maar dat is de I Don't Give a Fuck. En als je die hebt, dan, dan hoef je die andere ook nooit meer. Dat leek mij zo lekker. Ik ging een bosje bloemen kopen in Amsterdam, waar ik woon toevallig daar en ik koop al jaren mijn bloemen in Amsterdam. Ik ging daar een bosje bloemen kopen en bij de Albert Kuip heb je een bloemenstalletje waar de Ferdinand Bol en Albert Kuip elkaar kruisen bij de McDonald's daar. Niets aan de hand zou je zeggen. Nou, ik kom aangereden. En ik, gewoon een normale dag, weet je. En ik zie vanuit mijn ooghoek, terwijl ik in de buurt kom, zie ik dat in mijn bloemenstalletje opeens een Marokkaan, zijn Nederlander, werkt. En op dat moment beslis ik ga toch gewoon mijn bloemen daar kopen. Want, dacht ik, er zal ongetwijfeld een hele legitieme reden zijn waarom die Marokkaan, zijn Nederlander, daar volledig de macht heeft overgenomen. Dus ik zet mijn fiets neer, zet hem op slot, zet hem vast aan de paal en ik steek de straat over met mijn hand op mijn portemonnee. Om te controleren of ik geld bij me heb. Ja? Daarmee heb ik mijn hand op mijn portemonnee. Is dat gek? Is dat vreemd?
is wel een beetje raar dat je bloemen gaat kopen en dat hij dan zegt van, nou, is er zoveel? Oh, ik heb geen geld bij me. Had je niet kunt controleren? Nee, want dat is grappig. Maar goed, ik kom daar aan bij dat stalletje en ik ben alert, ja? En ik zie daar iets. Er was namelijk een andere gast, ja? Ook een Marokkaanse Nederlander waarschijnlijk. En die waren in hun eigen taal, waren ze met elkaar een of ander ding aan het doen. Ik weet niet precies wat ze aan het doen waren, maar ik ben niet helemaal achterlijk, hè? Dus ik zie wel degelijk wat daar gaande is. Ik zeg tegen de Marokkaan, ik kon hun taal niet verstaan, kan ook iets anders zijn. Ik zeg altijd Marokkaan, omdat ik vind, ja, buitenlanden vind ik zo stigmatiserend klinken, dus ik noem ze Marokkanen. En op een gegeven moment, ik zweer je, dit gebeurt op klaarlichte dag, hè, zonder enige gêne. Die ene gast haalt zo €30, telt hij zo uit, contant uit zijn zak. Ik heb dit gezien, ik versta niet precies wat ze zeggen natuurlijk. Maar die gast geeft €30 aan die andere jongen. Die pakt dat aan, ook zonder te blozen of zo. Loopt vervolgens naar een bak bloemen en zegt, hier, alsjeblieft. Ik denk, oh, zo doen jullie dat dus met elkaar. Hè? Ik mag gewoon mijn bloemen kopen, maar hier wordt iets geregeld gewoon op straat. Op dat moment kijkt die jongen mij opeens aan. Met van die ogen, met zo'n blik van, kan ik u misschien helpen? Ik ben op dat moment heel erg scherp. Alles wat er gebeurt, hou ik in de gaten. Ik zie die ene gast weglopen. En ik wijs rustig op het bosje bloemen dat ik wil hebben. Bosje chrysanthemen, €8. In een emmer. Die jongen loopt erheen, pakt ze op, gaat ze achter in zijn tentje, gaat hij ze oprollen in papier. Ik pak uit mijn portemonnee, ik schud er 4 €2 munten uit. Dat is €8, gepast. Op dat moment komt de jongen terug. Ik geef hem dat geld. €8. Hij duwt die bloem in mijn hand. En hij zegt opeens, kort afsnijden, warm water zetten, hè? En ik denk, rustig. Ik denk, in mijn eigen stad. Ik denk, wat zullen we nou krijgen, zeg. En ik, nou. Nou, ze zeggen wel eens dat tijd stilstaat. Nou, jongen, ik was op dat moment, stond ik in een steppe van angst. Ik wist niet van voren niet meer waar ik van achter bestond. Ik was totaal, ik weet niet eens hoe ik thuis ben gekomen. Ik hoor alleen maar, ik hoor die jongen de hele tijd, die echo. Het eerste wat ik me herinner, is dat ik thuis in de keuken zit en mijn vriendin de hele tijd zegt, wat is er nou? En ik kan het niet zeggen, ik zit er totaal. En zij, wat is er nou? En ik was ook helemaal blank. En ze zeggen wel eens van, weet je, achteraf weet je natuurlijk dat heet posttraumatische stressstoornis. En die jongens uit Afghanistan en Irak en zo, die zijn er allemaal mee, ja, die zijn er heel vertrouwd mee. Die zitten natuurlijk ook omringd met hulpverleners die zeggen, oh joh, dat is posttraumatische stress. Ik zat er in de keuken, ik had geen idee wat ik meemaakte, waar ik middenin zat. En ik neem een slok thee. En plotseling realiseer ik me wat er gebeurt. Opeens begin ik het hele verhaal te vertellen aan mijn vriendin. Terwijl ik naar die bosbloemen kijk, komt het allemaal terug. En ik vertel dat ik op de fiets stapte en ik begin in een soort achtbaan begin ik uit te vertellen wat er gebeurde, hoe ik mijn fiets vastzet, hoe ik de straat oversteek, wat er gebeurt met die man. Dat ik dat geld klaar had, dat ik het de jongen gaf. En op het moment dat ik kom bij wat de jongen mij zei, realiseer ik me dat het waarschijnlijk helemaal geen bedreiging geweest is. Kort afsnijden, warm water zetten, ging over de bloemen. Ging helemaal niet over mij. En ik denk bij mezelf, hoe heb je zo dom kunnen zijn?
Je laat jezelf ook echt helemaal gek maken door wat je voor praatjes op de radio en televisie hoort. Hè? En wat je in de krant leest. Ik denk, dat kan ook helemaal niet. Opeens, ik denk, ik moet dit goed gaan maken. Dit is al genoeg ellende in deze stad. Laat ik in godsnaam dit vuurtje branden voordat het uit... En ik zeg tegen mijn vriendin, ik leg je dit later uit. Ik loop de trap af. En terwijl ik de trap afleg, denk ik, kan helemaal niet. Dit is onzin. Tuurlijk niet. Die jongen, niet alle Marokkanen bedreigen de hele dag, maar verreweg de meeste Marokkanen in Nederland verpesten het voor een klein groepje. En toen ik me dat realiseerde, dacht ik van oké, je moet het goed gaan maken met die jongen. En ik spring op de fiets in het begin als een gek, begin ik erheen te rijden en er schieten allemaal gedachten door me heen. Ik denk opeens van jeetje, zoals ik reageer op die jongen door gewoon blind weg te rennen, nog voordat hij eigenlijk iets bedreigends heeft kunnen zeggen. Dat is ook vervelend voor die jongen. En ik dacht opeens, ja, dit is precies waar ik altijd over klaag als het over mijn jodendom gaat. Als mensen mij beginnen te vragen over hoe joods ik ben en zo. Dat vind ik ook altijd heel vervelend, omdat ze allemaal beelden hebben die nog helemaal niet kloppen. Ik moest denken, bijvoorbeeld, heel veel mensen, weet je, dan zit je met ze te eten en dan beginnen ze opeens te zeggen van, ben je echt vroom joods? Dan zeg ik, nou ja, dat is ham en kaas sandwich. Ja, maar dat was de vraag niet. Ik zeg, nou, dat is niet koosje. Nee, maar ben je vroom joods? Wel, ik ben een Melvinist, kom op. En ik ben geen atheïst. De atheïst weet zeker dat er geen God is. Nou, dat zou ik nooit kunnen zijn. Ik ben ook geen agnost. Een agnost twijfelt. Bestaat hij of bestaat hij niet? Nou, ik twijfel niet. Ik vermoed dat er iets is en ik weet zeker dat hij Melvin heet. Maar goed, dus we zitten dan te praten en zo'n gast gaat dan maar door, weet je wel. Van, ja, nee, maar ik bedoel meer, wat ga je met die Joodse cultuur doen? Ik zeg, hoezo Joodse cultuur? Nou, als je kinderen hebt, hè, hoe ga je die kinderen opvoeden? Leg me dat dan eens uit. En ja, ik heb helemaal geen kinderen, dus dat is nog helemaal niet aan de orde. En B, mijn vriendin is niet, weet ze, is... mijn vriendin is antisemiet, ja? Dus de kans dat onze kinderen Joods zullen zijn, is niet heel groot. Maar dan toch, weet je wel, en eigenlijk weet je wat ze zich af... Eigenlijk willen ze gewoon weten, ga je ze besnijden. Dat is gewoon het einde van het altijd weer komt daar neer. Nou, als het een jongetje is, niet. En op dat. Maar, en ik maak mezelf daar ook soms gek in hoor. Want ik was net in dat restaurant waar ik dus heel vies heb gegeten. En stond ik daar bij het konijn, zou ik maar zeggen. En nee, maar dan 39,50. Met z'n tweeën van 39,50 gegeten. En dan denk ik opeens: dan moet ik een fooi geven. En dan ben ik als de dood dat het een jodenfooi is wat ik geef. Ik durfde vroeger geen streek uit te halen. Ik dacht: dat is een jodenstreek. Ik ben daar heel gevoelig voor. Ik maak mezelf dan wijs dat wat ik ook geef, dat het wel een jodenfooi zal zijn. Probeer als jood maar eens een fooi te geven die geen jodenfooi is. En dan sta ik er bij de pinautomaat en dan overweeg ik. Dan denk ik, ja, als ik 50 cent geef, 39,50 wordt 40 euro. Denk ik, ja, dan zal het zeker zo zijn, dan loop ik weg. En dan zal je zien dat die ober langs alle tafels gaat. En zegt, heb je gezien wat de jood gaf? 50 cent. Nou, dat is niet veel. De hele avond voor hem gezorgd. Kijk, 50 cent. Dus dan overweeg ik, zover gaat het, serieus, om 20 euro fooi te geven. Puur en alleen, zodat de jongen niet na afloop kan zeggen van, dat was de jodenfooi. Maar zelfs dan denk ik, nou ja, maar dan zal je zien, dan geef je 20 euro. En dan zegt hij, 20 euro, dat is veel. Ja, niet voor hun. Ze hebben veel geld. Ze hebben de media, ze hebben de banken. Die 20 euro is eigenlijk helemaal niks. Als je nagaat hoe hard ik moet werken voor mijn geld. Nou, het is een hypothetisch voorbeeld. Ik geef nooit voor je. Waar het om gaat... is dat ik als het ware dan een soort voorschot neem op wat ik denk dat zij zullen denken. En dat schoot allemaal door me heen. En ik zet mijn fiets in. Ik zie die jongen. Hij ziet mij. En ik loop op hem af. En op dat moment besloot ik ga met jou de dialoog aan. En er wordt vaak over geschamperd, de dialoog aangaan. Ik geloof er wel in. Ik geloof dat als wij verder willen met elkaar, dan zullen we op een gelijkwaardige manier om moeten gaan met inferieure culturen. Ja? Want nee, anders dan gaat het niet. We zullen elkaar de hand moeten reiken. En dus ik dacht... En dan wordt heel vaak, dan zeggen mensen van, oh, de dialoog, dan ga je zeker onze normen en waarden te grabbel gooien. Nee, natuurlijk niet. Ik ben helemaal niet van plan om naar zo'n jongen toe te gaan en dan in één keer te zeggen van, nou, de democratie, dat is voor mij ook niks. Nee, maar ik ga er wel heen met een beetje introspectie. Ik ga daar niet heen met de opvatting dat de democratie, dat nou in Nederland al zo klaar is. Ik geloof heel erg in democratie. De meeste stemmen gelden, is heilig voor mij. Ja? Hoe kan het dat wij in Nederland, ja,
wel democratisch zijn, maar iets als groepsverkrachting nog steeds strafbaar stellen. Als er één voorbeeld is van meeste stemmen gelden, ja, dan vinden we dat in de groepsverkrachting. Ja? En het opmerkelijke is, iedere politicoloog kan je uitleggen dat als er één individu zijn wil en normen en waarden oplegt aan de massa, ja, dan is dat een potentaat in plaats van een slachtoffer. Maar het is gek natuurlijk, hoe leg je dat aan die jongetjes uit? Hebben ze een keer gestemd, weer niet goed. Zo'n meisje is vaak minderjarig, die heeft niet eens stemrecht. Dus ik ga naar die jongen toe, ik geef hem een hand. Het eerste wat me te binnen schiet, zeg ik tegen hem. Ik zeg, joh, wat mij betreft zijn we allemaal gelijk. En net op dat moment rijdt er iemand in een rolstoel langs. Dus ik zeg, nou ja, uitzonderingen daar gelaten. Ze kosten meer en ze kunnen minder. Laten we wel wezen. En ik voel me op dat moment, ik voel me ook opgelaten naar die jongen toe. Ik denk, dit is toch niet te verklaren dat in Nederland, dat zou ik maar zeggen, de Ku Klux Klan, als die gaan demonstreren, dan is er in één keer de politie erbij en de rechter om het te verbieden. Als skinheads ergens staan, hup, cameraploegen erop af. Hè, maar iemand in de rolstoel, geen enkel probleem. Toch wel een beetje raar, hè? En je kan er niks over zeggen, want een soort taboe heerst erop. En dan heb ik het niet over hè, makkelijk dingen van ze pikken onze parkeerplekken in. Dat is wel zo. Maar oké, okay, weet je wel, dat zei zo, wel een raar verhaal is natuurlijk. Want waarom hebben ze die plekjes? Ja, omdat ze niet zo goed kunnen bewegen. Oh, maar waarom is er dan niemand? Moest ergens anders zijn. Oh nee, net zei je nog dat je niet kon bewegen en nu ben je alweer ergens anders. Het probleem dat ik met gehandicapten heb, ja, dat is hun racisme. Dat ze zich superieur voelen aan ons. Ja? Ik kan niet tegen racisme. Ik heb een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat wil ik best even vertellen. Dat heb ik. En als dat rechtvaardigheidsgevoel in het... De gehandicaptoiletten. Voorbeeldje. Dat ieder publiek gebouw in Nederland moet tegenwoordig... En wat dat betreft ben ik zo blij dat we hier ook eindelijk even in de zaal zijn... waar de gehandicapten niet in kunnen. Want dat is een zeldzaamheid aan het worden, hè? Het is de gehandicapte toiletten. En de gehandicapte toiletten die overal verplicht zijn... want zij moeten naar hun eigen wc. Ja? In Zuid-Afrika hebben de zwarte 100 jaar gevochten... om naar dezelfde wc te mogen als de blanken. Dat was, ja, daar kan je om grinniken, maar daar begint gelijkheid. We gaan naar dezelfde wc. We zijn allemaal gelijk. Wat eruit komt is hetzelfde, hoe je er ook uitziet. Wit, zwart of met een geknakte ruggenwervel. Dat maakt niet uit. En... Maar de gehandicapten hebben het gewoon doorheen gekregen. Europa durft er niks van te zeggen. Er zijn nu gewoon toiletten voor gehandicapten. Neem eens een keer de moeite om een kijkje te nemen in zo'n wc. Je zou denken, het is een heel klein wc'tje, want ze zitten in een karretje, kunnen geen kant op. Nee, een fucking gymzaal hebben ze eraan gelegd. Waarom? Dat als de deur dicht is, dat ze op kunnen staan om even te strekken. Omdat ze moe zijn van het de hele dag maar heen en weer geduwd te worden. En als je er wat van zegt, krijg je meteen allemaal mensen op je dak. Oh, dat mag je niet zeggen. En het zijn nooit de gehandicapten zelf. Er is nog nooit één gehandicapte opgestaan. Er is nog nooit... Nee, wacht even. Er is nog nooit één gehandicapte die tegen mij boos is geworden. Die snapt ook wel, die is niet eens in de positie om ruzie met mij te zoeken. Maar je moet dus eens een keertje... Het zijn altijd de hulpverleners. Ja? Wat ik de hulpverleningsmafia noem. Mensen die hun geld verdienen met de gehandicaptenzorg. Ja, ik snap het wel. Hoe meer dwarslesiepatiënt, hoe meer je kan wassen, hoe meer je kan declareren, hoe verder je vakantie gaat. Ik snap de gedachten wel van die mensen. Maar op een gegeven moment dan denk ik, ja, het geld is op. We kunnen ook in andere dingen investeren. Ieder gebouw moet toegankelijk zijn voor gehandicapten. We moeten liften in plaats van trappen. We hebben in Nederland al 2000 jaar trappen, ja? Als je daar niet mee om kan gaan, prima, maar dan ga je terug naar je eigen land. Om even een voorbeeldje van hoe gevoelig dit ligt, hè? Ik heb een keertje op televisie heb ik een soort opmerking gemaakt, was het alweer vergeten na afloop, over coma-patiënten. Nou, de hoeveelheid post die je dan krijgt, nou...
Je gelooft het niet. Gewoon eerst allemaal mail, een paar dagen later brieven. Geen één van een coma-patiënt, hè? Dat wil ik er wel even bijgezegd hebben. Alleen maar brieven van mensen eromheen die coma-patiënten kennen, die met coma-patiënten werken, die hun geld verdienen met coma-patiënten. En allemaal getroffen en gekwetst. En dan lees je het. Er was één mevrouw die had gewoon 7 kantjes geschreven over de man die gewoon al 8 jaar in coma lag. Ik denk van, wat ga je me nou vertellen over iemand die al 8 jaar geen bijdrage levert? Maar dan ben ik toch, ik ben een goed mens. Dat zeg ik net ook, rechtvaardigheidsgevoel. Dus ik heb die vrouw een brief teruggeschreven. Ik heb gezegd, mevrouw, ik kan me niet voorstellen dat uw man ook maar 1 minuut wakker heeft gelegen van wat ik gezegd heb. En als dat wel zo is, nou, dan zou die me nog wel eens heel dankbaar kunnen zijn. Maar je wordt er zo cynisch van ik heb, tuurlijk heb ik ook geld gegeven aan de Dwarslesiestichting. Weet je, ik heb geen hart van steen. In eerste instantie, je ziet zo'n filmpje, denk je, ach jeetje, nou hup, geld erheen, weet je wel. En maar, dan later, dan, ik heb bijvoorbeeld, nou, ik heb een foster parents kind. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Dat is, nou, dat zeg ik, een van de mooiste dingen die ik heb. Het is een mens. Ik zeg dingen, het is een mens. Ik zeg altijd foster parents kind. Het heet nu Plan Nederland, maar het was nog foster parents toen we hem kochten. En hij is zo. Dat kan, ja, mensen vinden het vervelend als ik hier weer over begin, omdat ik zo. Ik heb een foto. Ik heb een foto. De eerste foto. Ik heb meer foto's, maar de eerste foto die ik van dat jongetje heb, dat is. Dan zie ik dat die grote verbaasde oogjes die zo mij aankijken op die foto. Ja, omdat ik denk, ik heb daar helemaal bij gefantaseerd hoe dat geweest moet zijn. Dat vlak voordat die foto genomen was, was hij natuurlijk gewoon nog wild. En toen moet je voorstellen dat hij gewoon aan het spelen was in Zandbak. Of in ieder geval dat dorp dan. En met een denkbeeldige voetbal en zijn magere vriendjes. En dat er toen opeens een auto op het dorp binnenkwam rijden. Grote, witte, schone auto. En dat het jongetje, iedereen stopte. En de deur van die auto gaat open. Klak. Komt zo'n hele grote, schone, witte man uit die auto. En het jongetje denkt, wat zullen we nou krijgen? En die witte, schone man loopt op dat jongetje af. Pakt een camera. Klik, klak. Foto. En die blik van dat jongetje in die camera, dat is wat ik op die foto heb. En dan denk ik, och, wat moet dat geweest zijn? Wat een dag. Dat hij opeens had hij een foto van zichzelf. Dat nog nooit gezien natuurlijk. Dat hij dacht, wie is dat jongetje? Ja, en dat zijn vrienden zeiden, dat ben jij. En dat hij met die foto. Dat hij die foto pakte en. Nou, zijn moeder wilde die foto natuurlijk aan zijn moeder geven. Dan moest de meneer van Foster Parents ingrijpen. Want ja, hallo, daar heb ik voor betaald. En ja, wat gaat die moeder ermee doen? Op de koelkast plakken? Mag toch aannemen dat als je honger hebt, dat je niet wel een koelkast hebt staan? Dan verkoop je eerst de koelkast maar en dan ga je daarna je hand ophouden. Maar. En dit jongetje komt terug met die foto en die meneer van Foster Parents legt zo, hup. €2 in zijn handjes. En dat jongetje die kijkt en die ziet in die €2, dat is voor ons niks. Maar voor dat jongetje die ziet in 1 keer een maand eten voor de hele familie. Dat is Afrika, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar zo'n jongetje voor €2, dat is een godsvermogen. En die wil als het ware meteen al eten gaan kopen. En dan moet die meneer van Foster Parents, die moet uitleggen. Want het is ontwikkelingssamenwerking. Moet die meneer van Foster Parents uitleggen? Nee. We moeten eerst nog een envelop en een postzegel gaan kopen, want die foto gaat niet uit zichzelf naar Nederland fietsen. Hè? Ja. En zo leert zo'n jongetje ook wat. Dus je leert ze een beetje over hoe wij met elkaar omgaan. En kijk, ik weet heel goed hoe dat gaat. Zo'n jongetje die gaat dan waarschijnlijk met die foto. Gaat hij naar een winkeltje en dan koopt hij een envelop en een postzegel, maar zijn tweedehands envelop. Het is een oude postzegel waar ze het stempel vanaf hebben gegumd. En dan spaart hij zo 10 cent uit. En er zijn heel veel mensen die misschien terecht zeggen van ja, en wat gebeurt er met die andere 10 cent? Die geeft zijn jongetje natuurlijk niet terug, daar gaat hij stiekem eten van kopen. En tuurlijk, er blijft geld aan de strijkstok hangen. Dat is haast onvermijdelijk. Ik ben niet gek. Maar wat ik dan denk van mijn kant, weet je,
Het gaat er mij om dat ik uiteindelijk die foto gekregen heb. En de dag dat die foto bij ons op de deurmat viel... Ik zag het meteen. Ik liep toevallig langs en ik zie opeens die envelop liggen. Een bruine envelop met een exotische postzegel. En ik weet, nou ja, dit is hem. Dit is het moment. En ik roep mijn vriendin erbij en die komt meteen laat vallen waar ze mee bezig is. En ze staan naast me en we kijken daarna. Nou, ik weet niet hoe lang we daarna hebben staan kijken. We waren helemaal... En ook zo opgelucht. En nou hebben wij eerst een foster parents miskraam gehad. Dus dan moet ik... Dat is, als je dat hebt meegemaakt, dan ben je extra blij natuurlijk. Foster parents miskraam is dat je dus al die formulieren invult. Accept Giro, dat stuur je op. En dan na 2 weken opeens post van de postbank. Dat je denkt, hè, wat is dat? En maak je open, handtekening vergeten. Nou, je wereld stort in. En gelukkig hebben we ergens de kracht gevonden om het nog een keer te proberen. En we stonden daar en uiteindelijk hebben we hem gepakt, de brief opengemaakt en we keken ernaar. En sindsdien gewoon bijna iedere maand een foto of een brief of iets. Hij is ons niet vergeten en dat is zoiets moois, dat je dat jongetje voortdurend aan het werk hebt. Maar je betaalt, maar je geeft een beetje, maar je neemt er zoveel voor terug. Ik heb dus ook wel eens aan de Dwarslesiestichting gegeven. Nou, denk maar niet dat ik ook een foto, een tekening of wat dan ook heb mogen ontvangen. Hè? En soms zie ik er eentje rijden in een karretje, dan kan ik het niet laten om even zo hup voor te gaan staan. En dan zeg, zijn we niet wat vergeten? En die blik die je dan krijgt. Dat is de blik van het kwaad. Je kijkt het kwaad recht in de ogen. Want de blik die je dan... Je hebt 2 soorten neonazies, hè? Je hebt neonazies die de Hitler goed brengen. En dat eigenlijk zelf heel eng vinden. En hopen dat andere mensen soms heel veel banger zijn. En je hebt ze die hem echt brengen omdat ze het menen. Nou, dat is wat je bij dwarslesiepatiënten ziet. Het is... Want wat denkt zo iemand als ik zeg, zo, ik heb eigenlijk helemaal geen tekening gehad. Eigenlijk denken ze dan, hoezo, ik ben toch geen negerkindje in Afrika. Die sturen maar tekeningen, want mij komt het allemaal toe, het geld. Ik hoef er niks voor te doen. Bovendien, ik kan niet tekenen. Nou, dan vraag je iemand van de hulpverlening of ze een stift in je mond stoppen. Want het gaat mij om het gebaar. Ja? En niet... Ik kan zo cynisch worden van goede doelen... Ik weet soms niet waar ik met mijn rechtvaardigheidsgevoel heen moet. Het is, nee, moet je eens een keer die enveloppen die je altijd weggooit, een keertje openmaken. Artsen zonder grenzen. Artsen zonder grenzen, dit is een plan, dit bestaat echt. Dit wordt gewoon door de overheid erkend. Ik krijg post van Artsen zonder grenzen. Het idee van Artsen zonder grenzen is, je neemt hoogopgeleide artsen in Nederland, duur betaald, kost heel veel geld. 6 jaar lang hebben die mensen de meest waanzinnige opleiding gehad. Soms nog tropenarts, hupsakee, nog een paar jaar erbij. En net op het moment dat ze klaar zijn om onze wachtlijsten op te lossen, zou ik maar zeggen. Woep, sturen we ze naar een land waar overbevolking het grootste probleem is dat ze hebben. Ben ik nou helemaal gek? Hè, wij hebben hier artsen nodig. Omdat we mensen hebben die 10 maanden moeten wachten op een heup. En daar gaat zo iemand dan nog meer mensen genezen. Dat er nog meer mensen niets te doen hebben. Het is... Ik heb het echt een paar keer gelezen. Ik denk, oké, artsen zonder expertise, daar zou ik me nog in kunnen vinden, weet je. Dan denk ik, sowieso als ik in het ziekenhuis ligt en er staat een arts, zou ik maar zeggen, zonder expertise naast mijn bed met een cursus van de LOE. Dan denk je, weet je wat, ga maar oefenen in Afrika. Maar liever niet op mij. Ja? Dan kan je zeggen, van, ja, wat gaat eens iemand daar doen? Symbolisch, maar het gaat erom dat ze zich niet vergeten voelen. Maar een arts zonder expertise hoef ik niet, ja. Maar ik ga toch ook niet naar, zeg maar zeggen, naar de bijenkorf. En dat ik daarheen ga en dat ik zeg, ik wil 1, 2, 3, 4, 5 Hugo Boss pakken. Hup, afrekenen met mijn creditcard. Wilt u ze mee? Nee hoor, doe maar in de zak van het leger des hels. Nee, nieuwe kleren, trek jezelf aan. Kapotte kleren, die geef je weg. En kom je mensen tegen die dan zeggen, nou, ik ben het met je eens hoor, ik ben ook heel cynisch geworden. Ik geef daarom al mijn geld aan de dieren. Dierenvrienden. Nou, ik heb een verrassing voor de dierenvrienden.
Je kan misschien een vriend zijn van een dier, maar dieren zijn geen vrienden van mensen. Ja? Dieren die zien een ander beest en die denken, oh, die ga ik opeten. Dat denken dieren. En als dat niet lukt, dan rennen ze weg. Ja? In het uitzonderlijke geval dat beide niet kan, gaan ze kwispelen en hopen dat het niet van de slagpartij komt. Dat is hoe dieren naar mensen kijken. Als je heel erg van iemand houdt die niet van jou houdt, heet dat stalking. Ja? Dierenstalkers. Ja, nee, maar ik ben dol op dieren. Ja. Hallo. Hallo. Dag, cavia. Jij bent mijn cavia, hè? Ja. Jij bent een cavia. Hallo, cavia. Wil de cavia misschien een blaadje sla? Ja, dat lust de cavia's wel, hè? Dat lust de cavia's wel. Dat is goed, ook goed voor cavia's, hè? Die blaadje sla nodig, ja? Dan zal het baasje jou het blaadje sla geven. Nou, dat dacht ik wel. Hoe zou jij nou reageren als je op zo'n grote hand voor zo'n hoofd werd gehouden? Wat? Sla, ik eet sla prima, zolang ik maar niet in die mond verdwijn. Dat is wat er in dat kleine hoofdje omgaat, ja? En ik geef natuurlijk wel aan dieren, maar bij de slager, weet je. Want dan krijg je er ook wat voor terug, dan wil ik het doen. Het enige goede doel waar ik me voor heb laten strikken, is War Child. En ja, nou ja, misschien ook omdat ik wat vaker op televisie zou willen, maar het is... In mijn vak is War Child, ze doen ook echt oké dingen. Want mensen zeggen, stappen er snel overheen. Een van de dingen die War Child doet, ze nemen Nederlandse, ja, bekende Nederlanders, waar ik vaak niet zo dol op ben, en die sturen ze één keer per jaar naar een oorlogsgebied. Dus ik denk, nou, met een cameraploeg, je kan het allicht proberen. En zolang ze daar zijn, heb ik er geen last van. Nou ja, maar het echte werk van War Child is natuurlijk, ze trainen kindsoldaten. En als ik zeg kindsoldaten, dan moet je je voorstellen, dat soldaat is een groot woord. Het zijn vaak gewoon kleine kinderen met te grote kleren, te lang uniform, een geweer waarvan je zegt, daar kunnen ze helemaal niet mee lopen. En dan moeten ze dan oorlog mee winnen. Je denkt, ja, waarom duren die burgeroorlogen zo lang? Ik zal het je vertellen, omdat die soldaatjes er niet toe in staat zijn om, zal maar zeggen, te vechten. Dat is... Ja, dat is... Sorry, dit is de wekker. Ja, die kan ik van hieruit niet uitzetten. Dus ik kan er wel uitzetten, maar dan is dit er niet meer. Sorry, dus ik kan ook niet doorgaan, want dit is niet te doen. Dus ik zal hem uitzetten, maar dan ja, is het afgelopen. Ik dacht dat dit gaat nooit 8 minuten duren. Maar ik heb toch op snoes gedrukt. En dat duurt 8 minuten. Ja, ik denk... Druk op snoes, dan kan ik nog even zien of het een beetje aangekomen is. Maar ja, nu zit ik een beetje in een soort lege tijd. Dat is ook een beetje de vloek van snoes. Nee, ik ging een wekker kopen, denk je, nou,
ik sta heel veel wekkers, ik kan geen keuze maken. Er komt zo'n man met zo'n vlotte babbel. Ik zeg, wat is het verschil tussen al deze wekkers? Nou, hij zei, je moet er in ieder geval één met snoes hebben. Oké. Okay. Wat is dat dan nou? Als je erop drukt, heb je 8 minuten extra slaap. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk vaak precies waar ik behoefte aan heb, vlak nadat de wekker is afgegaan. Dus het leek mij een waanzinnige uitvinding. Dus ik naar huis, maar wat blijkt, het is dus helemaal niet 8 minuten extra slaap. Het is gewoon 8 minuten minder slaap. 8 minuten waarin je denkt, shit, ik moet over 8 minuten wakker worden. Maar ik heb nog 8 minuten. Echt, slapen heeft eigenlijk geen zin meer. Dat is snoes. Als ik een advies mag geven. En mensen van de snoesindustrie, die hebben dat liever niet. Als je 8 minuten langer wil slapen, moet je de wekker gewoon 8 minuten later zetten. Want dan word je niet eerst wakker gemaakt, maar dan heb je echt 10 minuten. En dan slaap je lekker. Maar dat, ik heb dat eens op internet gezet, de volgende dag is eraf. Dat is, willen ze niet dat je dat weet. Maar goed. Nou, had je nog iets nu? Een soort freestyle? Nee, hè? Ik heb deze droom, het is wel gek, ik heb hem al heel vaak gehad. Moet je maar op mijn speellijst kijken. Dat is, en ik zal hem ook nog wel vaak hebben. Toen ik bij mijn psychiater kwam, een van de dingen die hij meteen wilde weten is van, is er een droom die je vaak hebt? Ik zeg, nou, ik heb vaak een droom, dan kom ik uit een koelkast en heb ik geen broek aan. En ik wil doorgaan en hij valt meteen in de reden en zegt, dat is angst. Je hebt last van angst, zegt hij. Ik zeg, okay, ja, nee, je problemen komen van angst en je moet je angst overwinnen. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, zei hij, je moet je allergrootste angst nemen. En dat moet je dan gaan doen. En als je dat gedaan hebt, dan ben je daarna ben je vrij van al je angsten. Dus als voorbeeld, Nami, je moet bijvoorbeeld als je bang bent voor spinnen, moet je in de kamer gaan zitten met allemaal spinnen. En dan na een dag ben je niet meer bang voor spinnen en daarna ook verder nergens meer bang voor. Zij zei, ga jij nou maar naar huis, bedenk maar eens waar je echt bang voor bent, gaan we dat doen. Dus ik zeg, ja, doodgaan. Misschien een goed moment om even iets te vertellen over het Melvinisme. Ik ben Melvinist, het is geen geloof, het is een vermoeden. Melvinisten vermoeden dat de wereld geschapen is door Melvin. Een postbode uit een ander universum. Postbode is een groot woord, want hij brengt al jaren de post niet meer rond. Want hij ziet zichzelf dus nu als schepper. En vrij letterlijk, hij zit met een blote bas, zit hij op een stoel midden in de kamer. En dan heeft hij 2 bakken met klei en dan gaat hij met zijn handen, schept hij daar doorheen. En dan rolt hij op zijn buik die klompen tot een soort ballen. En dan zegt hij, klaar! En dan gooit hij ze weg. Dat is het. En dat is hij dus al jaren mee bezig. En ho, kijk, klaar! En hij vindt het zelf, vindt hij het heel wat natuurlijk, dat hij dat doet. Hij zegt helemaal, en weet je, een beetje, hij zit wel voor het raam, weet je wel. Het raam is open, maar hij zegt, nee, ik doe het helemaal voor mezelf. Nee, maar wel zodat iedereen het kan zien. Klaar! Klaar, en ook niet heel goed, weet je. Je zou zeggen van, oh, nou, als je dan toch planeten schept of zo. Weet je, maar die ballen die hij maakt, zijn vaak zitten gaten in. Maar dan heeft hij dan zegt hij, nee, dat zijn kraters. Dat is iemand die overal een antwoord op heeft. En op een gegeven moment komen natuurlijk toch mensen kijken. Eerst van, waar blijft de post? En dan zien ze dus een immense berg met ballen in de tuin. En wij vermoeden dat dat de Melkweg is. En Melvin is als een gek bezig. Klaar. En als allerlaatste, dus als iedereen alles wezen kijken, komen de intellectuelen. Hè? Dus de intellectuelen die willen dan toch ook eens zien wat er aan de hand is. Waar al die gekkigheid vandaan komt. En dan komen ze kijken en ze zien dus een immense berg met ballen. En de eerste reactie is van, dit is onzin. En dan vonden die intellectuelen tussen al die ballen 1 bal die een beetje nat was geworden. Een beetje zompig. Dat is een beetje gaan schimmelen, zat een beetje mos op. En die vonden ze eigenlijk wel mooi. En die gingen naar het raam en zeiden, Melvin, deze vinden we wel mooi, dat is kunst. Zei Melvin, nee, die is mislukt. Die is gaan schimmelen. En zei ze, nee, maar dat is juist, omdat die schimmelt, zit er een soort sterfelijkheid, een vergankelijkheid, een tijdelijkheid in. Dat is mooi. Zei Melvin, nou nee hoor, gewoon even in de zon leggen en over een poosje is hij gewoon uitgedroogd, net als de rest. Is hij weer dood. We vermoeden dat dat de planeet Aarde is.
En op een gegeven moment werd het een beetje een nare discussie, want Melvin vond dat het mislukt was. En de intellectuelen vonden dat het iets briljants was. En op een gegeven moment pakt Melvin met zijn vinger het laatste restje klei. En hij rolt het zachtjes op zijn ribbetjes tot een heel klein balletje. En hij zegt, weet je wat bijzonder is? Dit planeetje. Pluto. Pang. Het zei de intellectuele, nee, is te klein, is geen planeet. Er was eens een mannetje, dat was heel wijs. Hij bouwde een huisje, gevuld met ijs. Alles dat hij wist, kon hij zo bevriezen, zodat hij nooit meer iets hoefde te verliezen. Het is mij te koud om door te slapen. Het is mij te koud om op te staan. De vloer, het zeil, de dekens, ik durf er niet op uit te gaan. Kom daarom alsjeblieft nog even met je warme lichaam tegen dat van mij. Kom daarom alsjeblieft nog even tot alles wat ik weet is weggesmolten en afgedreven. Want alleen als ik aarzel, besta ik even.